Mr. Hoike Rotos. Hoe is het? You may three times guess. Jezus, Mark Rutte. Wat hartstikke leuk. Hoe weet je nou dat ik het was? Oh, lieve schat, er is er maar één die zulke steenkolen Engels spreekt en dat is onze minister-president. Wat hartstikke leuk dat je mij nou ook eens in mijn werkkamertje komt opzoeken. Had je niks beters te doen zo vlak voor Prinsjesdag? Oh, de troonrede ligt al 3 weken bij de koning. Huh? Hij leest vrij langzaam. Jongen, kerel, wat zie je eruit? Au. Ja, wat heb je allemaal gebroken? Oh man, alle botten in mijn lijf. Mijn sleutelbenen, mijn schouderblad en 6 ribben. Het was wat je noemt onbeperkt spaarribs breken. Maar verder niks? Oh, en verder natuurlijk allerlei kijkcijferrecords en serviesgoed op Mykonos en de nodige Griekse jongensharten. Gedronken. Hoezo? Waarom vraag je dat? Man. Je bent de beroerder aan toe dan het Nederlands elftal. Ja, met één verschil, ik kan nog beter worden. Doe mij eens even een slokje water. Oh, ja, natuurlijk. Au. Ja. Zonnebril me gaf. Ja, ik kan natuurlijk helemaal niks meer in je eentje. Man, ik moet overal iemand bijvragen. Oh, ja, net als ik in de Tweede Kamer. Oh, dus als jij op je belletje drukt, dan komt Diederik Samsom om je reet af te vegen. Nou, die vernedering zal ik hem besparen, hoor. Dat kunnen ze binnen de PvdA veel beter dan ik. Au. Verrek, is dat nou een kip? Nee, het is een hardgekookt ei. Maar die Grieken zijn te besodemieten om de verpakking eraf te halen. Een dikke kip op een ziekenzaaltje in Athene. Dat kreeg ik bezorgd van Yvonnie. Ach, wat dat dan. Ja, die dacht dat hij genoeg Grieks pak om telefonisch een boeketje te bestellen. Het gaat om het gebaar, moet je maar denken. Ja. Zeg, het is hier wel armoedtroef, hè? Ja. Hier kun je wel fluiten naar je 5-sterrenbehandeling. Ja. En dan heb ik ook nog eens een keer een reisverzekering die als enige mijn ster niet dekt. Ja. Nou ja, je moet maar zo denken, je kunt momenteel beter hier liggen dan in het VU Medisch Centrum. Ja, ik hoorde zoiets, ja. Dat het Europese beleid daar ook begint door te dringen, kwart dweilen met de kraan open. Au. Zeg, maar jij hebt toch wel een goede specialist, hè? Ja, de beste. Een hele betrouwbare naam. Dr. Papalamazaki los. Dus je legt me aan alle kanten in de watten. Oh, dat is fijn. Zolang ik de platina creditcard betrek. Ik voel me af en toe net een dikke, grote, sputterende pinautomaat voor die Grieken, weet je dat? Ja, dat gevoel, dat ken ik, ja. Zeg, is La Joling al langs geweest? Nee, natuurlijk niet. Die heeft alleen maar druk met zijn snabbels. Die is geld aan het binnenharken voor zijn dikke ik. Weet je wat zo grappig is? Ja. Eigenlijk zitten wij allebei opgescheept met een compagnon die we zelf van zo lang zal zijn leven nooit hadden uitgekozen. Nee, maar jij denkt net als ik. Als ik nou maar keihard om mezelf lach, dan bluff ik me er wel doorheen. Ja, daar waren we mee weggekomen als we die keiharde grazen waren genomen door die ellendige Griek. Ja, alleen jij had die Griek van mijlenver kunnen zien aankomen, vriend. Met je geen cent meer naar de Grieken. Laat me niet lachen. Zeg, zal ik eens iets op je gips schrijven? Oh, leuk. Heb je stift? Hele dikke. Grabbel maar even tussen mijn benen. Ja. Ja, dat kun je natuurlijk ook niet meer zelf. Ja, kortom. Waar zal ik het schrijven? Ja, ze hebben mijn buik. Naast die 1000 euro die alle Nederlanders nog van je krijgen. Au. Hoor ik dat je er bent? Ja.